Goed jullie te zien. Ik heb een klein favorietje wat ik nu momenteel eigenlijk opmaak, maar ook een beetje gebruik. Wat nu ook nu op dit moment mijn favorieten zijn. Het kan altijd wisselen, dus niet altijd heb ik vaste producten om daaraan vast te blijven. Ja, eentje, dat is Clean Glow. Dat is ook een topproduct. Zal ik in ieder geval zeggen van. Heb ik nog niet in. Ik heb gewoon een kettingje om. En deze van Me Online. Oorbelletjes weet ik nog niet. Dat ga ik maar bekijken. Misschien. Laten we eens even kijken. Ik denk dat deze erbij past. Wat vinden jullie? Die. Nou, hebben we die samen uitgezocht. Tadaa! Heerlijk. Kijk. Hoppa. Oh ja. Jullie denken van, Connie, wat doe je nou met je haar? Nou, ik ga het niet meer verven. Ik ga kijken in hoeverre ik grijs word. Nou, dat begint al aardig te lukken, zo te zien. Als je kijkt, dus ik heb aardig uitgroei, geen probleem. En ja, ik moet een model erin knippen, want toen ik naar de kapper wilde gaan, werd ik ziek. Toen kreeg ik corona. En ik kan je zeggen, geen pretje, alles gaat naar de knoppen. Je haar, je lijf, je alles. Dus daarom zijn dit een producten die op dit moment even heel zachtjes afkloppen. Een klein beetje werken, maar ik doe mijn best. En ik moet het ook opmaken, want ik vind het zonde om weg te gooien. En dat kost allemaal heel veel geld. Dus vandaar. Dus ik ga beginnen met deze. Nou ja, die kennen jullie nou langzamerhand wel. Die kan je gewoon bij de Action krijgen. Ik weet niet of ze er nog verkrijgbaar zijn, maar hier heb ik nog maar een heel klein beetje van nodig. En dan Flames Cleanser, dus die. Helemaal ideaal, dat doe ik eigenlijk samen met dit handschoentje. Niet altijd, dat doe ik maar één keer in de week of zo, of één keer in de maand. Het hangt er vanaf, dus ja, dit is echt een beetje om het weg te scrubben. Dan hoef ik geen scrub te gebruiken voor mijn niet apart nog eens een scrub te gebruiken. Dat bedoel ik. Dus die kan het heel goed. En dan heb ik deze Bioderma. Die kon je toen krijgen bij Normal. Nu niet meer. Dus ik weet niet en ik durf ook niet te zeggen bij welke wel. Dus ik zou zeggen, kijk even. Het is best topspul. En anders als je. Ik weet dat in Amerika wel te verkrijgen is. Dan heb ik Rendlescar Retinol Anti-Age Serum. Top product moet ik zeggen. Ik kan daar tegen op dit moment, dus die zeker. En dat voor dat geld krijg je 30 ml. Nou, dat is zo'n grote fles. Ik heb ook nog een aantal kleintjes van de Action. Ik weet niet of ze er nog zijn. Dat is Elisa Jones. Dit is Gold Collagen. Oh, dat kunnen jullie natuurlijk weer niet zien. Dus we moeten dan even op focussen. Ja. Ik hoop dat jullie het een beetje. Oh. Heel moeilijk te. Ik doe mijn best, jongens. Zo. Nou, dat is deze. Ik weet niet of ze nog verkrijgbaar zijn, maar ik zou in ieder geval. Sorry dat ik zo vaag ben. Oh, zo gaat het wel een beetje beter. Dus die. En dan heb ik ook van hetzelfde merk, Hyaluronic. Ook een serum. En hier nog een serum, Glow Super Elixir. Ook van hetzelfde merk. En dat combineer ik dan met. Jawel. En dat is eigenlijk top. Deze.
De Olay Double Action Day Cream Primer, Normal and Dry. Dus voor gemengde huid, dus normal en droge skin. Zie, dat is wel aardig gebruik. En het ruikt ook gewoon lekker. Ik vind het goede producten, moet ik zeggen. Voor die prijs. En ik had nog staan een Clinique Pep Start. Een keer gekregen van iemand op mijn werk. Dus die is eigenlijk een goede combinatie. Dus die. En dan bij de rest niet, geloof ik. Nee. Oh ja, nog één ding. Maar dat is eigenlijk voor het haar. Maar dat kan voor je haar en body. Dus deze. Deze is van de collectie van Winnie the Pooh. Van Catrice of Essence. Eén van de twee. Die is heel erg fijn. Die heb ik nu ook in mijn haar gedaan. Dus ik heb altijd een... mijn haar gewassen heb ik hier zo'n hele pluizenbol. En daar word ik echt helemaal gek van. Dus die. En dan gebruik ik die. Wat ik tegenwoordig ook gebruik. En die heb ik gekregen van BFF. Mijn beste vriendin. En dat is deze van Balea. De Body Lotion Vital. Dat is deze. Dat is een hele dikke lotion. Body lotion, maar ik gebruik het 's morgens en 's avonds. 's Morgens ook lekker voor mijn elleboogjes en mijn knietjes om die lekker in te smeren. Die zijn altijd keurig droog. En Curl Care Shampoo Cleanse Hydration en Hyaluronzuur. Die gebruik ik altijd. En dan heb ik ook nog de, zeg maar, de leave-in conditioner. Die gebruik ik ook. Zal ik even pakken. Oh jongens, ik heb net zien dat het in het laatste staat. Deze Moisturizing Leave-In Conditioner. Die is ook top. En dan wist ik het er wel eens af met de Rozemarijn Refresh Milding Reiniging Hoofdhuid en Haar. Deze van André Nol, best top spul. Ja, je moet oppassen dat je haar niet uitdroogt. Dus ik denk dat het daarop komt dat ik daarom die bal heb. En de Mistletoe Kisses I Love. Die heb ik bij Normal. Dat was met de kerst. Nou, jullie zien. Ik heb aardig wat van gebruikt. En van de Kruidvat hier verschillende. En deze heb ik toevallig. De White Lotus Cream Douche. Ook top voor heel weinig geld. Dus ja, als je iemand een cadeautje wil doen en je denkt... ik wil toch niet met lege handen komen. Is dit altijd top. En als je wil scheren. Je benen, haren of wat dan ook dan. Deze van Balea. Ja, die komt uit Duitsland. Maar kijk even. Want volgens mij kan je ook online bestellen. Maar ik weet niet of ze naar Nederland bestelt. Maar er is ook eentje. Een Duitse drogisterij. En die doet het wel. Maar dat weet ik niet zeker. Dus kijk het even na. Helemaal top, scheerschuim. Niks op aan te merken. Zal ik zo weer een nieuwe kopen. Dus ik zou zeggen. Dit was mijn gezicht en body favorieten. Dus ik zou zeggen. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.